Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. En ook vanaf deze plek een zeer goed 2017 toegewenst. Hartelijk welkom op deze receptie. Natuurlijk ook in het bijzonder naar onze ereburgers toe. Fijn dat u er weer bent. Vanmiddag heb ik een drietal groepen voorafgaand ook aan deze bijeenkomst speciaal welkom mogen heten. Dat waren de inwoners die in 2016 in onze gemeenten zijn komen wonen. En dat waren Haarlemmermeerders die vorig jaar het Nederlanderschap hebben gekregen. En in de gesprekjes met hen en ook nu tijdens de receptie, want ze zijn natuurlijk gezellig gebleven, proef ik wel dat ze zich thuis voelen in Haarlemmermeer. Als je van waar dan ook in Nederland naar Haarlemmermeer komt, dan is het niet moeilijk om je thuis te gaan voelen. Mensen zeggen dan van ja, hier heb je alles wat je elders in Nederland ook hebt, maar wat dichterbij. En mensen die van buiten Nederland komen, die Nederlander worden, hebben meestal al een lange periode in Nederland gewoond en vaak ook in Haarlemmermeer en voelen zich al thuis. Ik heb ook personen mogen begroeten die het afgelopen jaar een koninklijke of een gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen. En dat zijn zowel individuele inwoners als organisaties die zich gezamenlijk hebben ingezet voor goede maatschappelijke doelen. En het gemeentebestuur wil graag ook altijd bij het begin van het nieuwe jaar allen die dat vele vrijwilligerswerk in onze gemeente doen bedanken voor die periode waarbij zij zich inzetten voor die goede lokale samenleving. Dames en heren, ik heb mijn speech voor dit nieuwe jaar als titel meegegeven: de gemeenschap actief en de overheid weer dienend. Ik kom daar zo meteen op, maar ik wil eerst beginnen met een terugblik op het afgelopen jaar. 2016 was een bewogen jaar, maar gelukkig zonder grote rampen of crisis in onze polder. Internationaal werd het nieuws bepaald door de humanitaire ramp als gevolg van de strijd in Syrië en delen van Irak. Europa werd opnieuw opgeschrikt door aanslagen in Brussel, Nice en recentelijk in Berlijn en Istanbul. We leven allemaal mee met de slachtoffers en nabestaanden van deze verschrikkelijke terreurdaden. Tegelijkertijd zullen we een onderdak moeten blijven bieden aan mensen die de oorlog in het Midden-Oosten ontvluchten en die recht hebben op een veilige plek in Europa. Ook in Nederland. Het grootste deel zijn echte vluchtelingen die dankbaar zijn voor de steun. Zij moeten hun best doen om goed te integreren in onze samenleving. Een kleine groep doet dat niet. En onder hen zijn extremisten die een bedreiging vormen voor onze samenleving. Die moeten we opsporen, vervolgen en voor de rechter brengen. En zo onze samenleving beschermen. Het is de balans tussen gastvrijheid en bescherming die kenmerkend is voor onze vrije samenleving. Dat moet zo blijven. In onze gemeente hebben de inwoners van Vijfhuizen het afgelopen jaar gastvrijheid getoond voor vluchtelingen. De komst van de noodopvang naar het dorp was tegelijk een goed voorbeeld van participatie en samenwerking tussen betrokken inwoners en lokale overheid. En hiervoor wil ik met name de naaste buren en de leden van de begeleidingsgroep Vijfhuizen nogmaals danken voor hun inzet. Dames en heren, van een heel andere orde was de viering vorig jaar van het eeuwfeest van onze nationale luchthaven Schiphol. U kunt dat niet hebben gemist. Met letterlijk en figuurlijk als kroon op de festiviteiten de verlening van het predicaat koninklijk door koning Willem-Alexander. Tegelijk werd 2016 gekenmerkt door, veel eerder dan gepland, het bereiken van meer dan 60 miljoen passagiers op Schiphol en in totaal 480.000 starts en landingen in één jaar. In het Aldersakkoord werd er nog van uitgegaan dat een aantal van 500.000 vliegbewegingen in 2020 bereikt zou worden. En dat aantal wordt waarschijnlijk eerder bereikt. En wat betekent dat voor onze lokale samenleving? Kern blijft hier de goede balans te zoeken tussen de ruimte voor wonen en de ruimte voor economische groei. Door technologische innovatie kan mogelijk het aantal starts en landingen groeien zonder toename van geluidsoverlast. In het komend half jaar wordt in de Omgevingsraad Schiphol gesproken over de groei van 2020 tot 2030. Dames en heren,
2016 was ook een bijzonder jaar in een ander opzicht. Voor het eerst in haar geschiedenis was onze gemeente bereid om over de ringvaart heen te praten over het samengaan met een andere gemeente. En wel met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onze kleine maar dappere Noorderbuur is de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen niet zelfstandig verder te kunnen. Zij is op zoek gegaan naar een fusiepartner. Lang verhaal kort, uit de 6 gegadigden is Haarlemmermeer gekozen als de meest passende en geschikte samenwerkingspartner. Onder het motto Natuurlijk Verbonden hebben wij onze gemeente gepresenteerd in het zogenaamde position paper dat de gemeenteraad op 31 maart jongstleden heeft vastgesteld. Natuurlijk verbonden, want al eeuwen zijn de gebieden van onze beide gemeenten cultureel, sociaal en bestuurlijk met elkaar verbonden. Van oorsprong zijn beide gemeenten polders met eenzelfde open en groen karakter. Een fusie versterkt de onderlinge verbondenheid en biedt kansen voor samenwerking daar waar die nu nog niet bestaat. Beide gemeenteraden hebben het samengaan bekrachtigd door op 13 december jongstleden akkoord te gaan met wat heet het herindelingsontwerp. En dat ligt nu voor in ieder tot 10 februari ter inzage. Ik heb er alle vertrouwen in dat de beide gemeenteraden in april het definitieve herindelingsadvies kunnen vaststellen. En daarna kunnen de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag met het noodzakelijke wetsvoorstel. Als het parlement akkoord gaat met het wetsvoorstel, ontstaat per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Groter, met iets meer inwoners, maar nog steeds een groene buffer in dit deel van de Randstad. Met in het hart de luchthaven en zeer veel bedrijvigheid, vooral in de logistieke en de zakelijke dienstverlening. Zo zijn we een nog sterkere speler in de metropoolregio Amsterdam. Maar tegelijkertijd een gemeente die pal staat voor de eigenheid van vanaf 2019 31 dorpen en kernen. Dynamisch en divers. Dat was zo en dat blijft zo. Dames en heren, van het huwelijk tussen gemeenten naar bijzondere huwelijksjubilea voor onze inwoners. Een bijzonderheid in 2016 in onze gemeente was dat maar liefst 6 echtparen hun 70 jaar huwelijksfeest vierden. En dat is in mijn burgemeestersloopbaan nog niet eerder voorgekomen. Paren die als jeugdigen en jongvolwassenen de Tweede Wereldoorlog meemaakten en in 1946 voldoende toekomst zagen, naast de liefde natuurlijk, om elkaar het jawoord te geven. Een prachtig historisch beeld van hoop en voorspoed. Een geheel ander hoogtepunt was het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die wij in juni in onze gemeente mochten organiseren. Een congres dat in het teken stond van het thema Hoe versterken wij de binding tussen inwoners en hun meest nabije overheid? Vertrouwen van inwoners in hun bestuur is randvoorwaarde voor een levendige en sterke democratie. Dat vertrouwen is in onze westerse democratieën aan erosie onderhevig. Lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten het als hun belangrijkste taak zien te knokken voor herstel van dat vertrouwen. Tijdens de ledenvergadering van de VNG op 30 november is de ontwikkelagenda Versterking Lokale Democratie vastgesteld. Als bestuurslid van de VNG verwoordde ik het toen zo. Wij, gemeenten, moeten allemaal op onze eigen manier aan de slag met de vitalisering van de lokale democratie. Het Rijk roepen we op ons daarbij te steunen. We proberen hen die zich afkeren toch te betrekken en te vertegenwoordigen. Dat is urgent. Einde citaat. Meer ruimte voor de lokale democratie. Meer ruimte voor inwoners en ondernemers is nodig met initiatieven van onderop in plaats van bovenlangs. Inwoners willen best verantwoordelijkheid nemen voor hun woonomgeving. Net als ondernemers op een bedrijventerrein of in een winkelcentrum. Daarvoor moet de lokale overheid ruimte geven, initiatieven ondersteunen en niet meteen inperken via regels en plannen. Hoofddorp Centraal is een mooi voorbeeld van een plan dat in onze gemeente is ontwikkeld met veel ruimte voor ideeën vanuit de samenleving. Dat geldt ook voor de wijze waarop wij lokaal de nieuwe taken in het sociale domein oppakken. Een enorme operatie met veel meer taken voor de gemeente. Wij kiezen daarbij voor de regie bij de inwoners en ruimte voor de professionals die zorg op maat kunnen bieden.
de lokale overheid weer in een dienende rol naar de gemeenschap en de gemeenschap zelf actief en leidend. Onze opgave is dat wij als lokaal bestuur veel meer van dat gegeven uitgaan en weer dienend worden naar de lokale woon- en werkgemeenschappen. Dames en heren, ik ga vooruitkijken. Wat gaat er het komend jaar gebeuren? In onze polder gaan we verder met Hoofddorp Centraal. Ik sprak er net al over. En dat geldt ook voor de verdergaande samenwerking tussen Haarlemmerlieden en Spaanwoude en Haarlemmermeer. Op weg naar één natuurlijk verbonden gemeente. Verder wordt begonnen met de sloop van de A9 en met de bouw van de nieuwe wijk Quatre-Bras in Batouverdorp. Daarnaast komt de omgevingswet op ons af. Een wet die meer ruimte moet bieden voor initiatieven en inwoners van inwoners en ondernemers. De Rijksoverheid gaat 26 wetten bundelen in één wet. Inderdaad, weer een ambitieus plan van de Rijksoverheid. En u zult daar de komende tijd vast meer over horen en lezen. De bedoeling is van de wet om inwoners en ondernemers meer de mogelijkheid te geven om zelf plannen te realiseren. Dat vergt andere en veel meer flexibele planvorming van de lokale overheid. En ook hier een houding die meer dienend is naar de samenleving. Dames en heren, tot slot nog een uitstapje buiten de lokale politiek. Op 15 maart aanstaande zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb geen glazen bol, maar dat er veranderingen komen, dat laat zich wel voorspellen. Een levendige democratie staat of valt bij betrokkenheid van burgers. Burgers die overtuigd zijn van het nut van stemmen, een belangrijk democratisch recht. En burgers die de moeite nemen om anderen ook te stimuleren van dat stemrecht gebruik te maken. Daarom van mijn kant nu al een oproep om op 15 maart van uw stemrecht gebruik te maken. En ook anderen in uw omgeving daartoe te stimuleren. Dames en heren, ik wens u en de uwen een heel goed en gezond 2017 toe en ons allemaal een sterke betrokkenheid bij de lokale democratie. Dank u wel.